Karin Revels is gisteren tijdens de uitreiking van de eerste Communicatie Awards 2016 gekozen tot communicatievrouw van Suriname. Dit initiatief komt van het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCPR. Deze waardering is voor personen en organisaties die een noemenswaardige bijdrage hebben geleverd in de communicatiebranche. Revels is directeur van Stas International. Zij gaf aan dat communicatie het merk is waar zij voor staat. Blij voor de erkenning. Ik dank u wel, jury. Het is geweldig dat mensen hier afzonderlijk natuurlijk nomineren. En inderdaad is communicatie het merk waar ik voor sta. En ik ben blij dat Angela het zo geweldig heeft opgepakt met CCPR. Ook het communicatiecongres dat we gehad hadden was geweldig. En ik hoop dat echt niet alleen bedrijfsleven, maar ook overheid en organisaties het belang van communicatie beter gaan inzien. En gaan zorg dragen dat het erg belangrijk is dat je je merk, of het nou je bedrijf is, je organisatie of een persoon, heel goed neerzet. De award in de categorie Beste Slagzin is uitgereikt aan Kenzo Somodihadjo, ook van Stas International. Hij won eveneens de reclameprijs voor de TV-commercial Diamond Blue. De voorzitter van CCPR, Angela van der Kooijen, zegt dat deze communicatie-award ervoor heeft gezorgd dat communicatie nu op de agenda van verschillende organisaties in Suriname staat. We bestaan een jaar, we zijn niet ontevreden. We hebben er eigenlijk voor kunnen zorgen dat communicatie overal op de agenda is. In het paleis bij de presentatie van de stabilisatie- en herstelplannen werd er gesproken over communicatie. EBGS heeft het uitgeroepen tot hun themajaar. Beter communiceren, goede communicatie. De politie praat erover, de politici praten erover. Op scholen wordt er meer over communicatie gesproken. Ik word door verschillende onderwijsinstellingen benaderd om gastcolleges te verzorgen. Dus dat we ervoor hebben gezorgd dat communicatie op de agenda staat, ja. En daar zijn we heel erg blij om. Het is een vakgebied wat eigenlijk meer verdieping nodig heeft en vandaar dit soort initiatieven. Wij willen ook aangeven dat er een kleine bestuurswijziging heeft plaatsgevonden. Ik ben de voorzitter, de heer Heijnes is nog steeds de penningmeester en we hebben een nieuwe secretaris, dat is mevrouw Safira Polak. Angela van der Kooijen, gisteren tijdens de uitreiking van de eerste Communicatie Awards 2016 in Hotel Ramada Paramaribo.